In Hasselt bevindt zich langs de stadsring een bronzen standbeeld van Hendrik van Veldeke. In 2007 werd er een kleine enquête gehouden rond de vraag: ja, wie was dat nu, Hendrik van Veldeke? De meest uiteenlopende antwoorden kwamen naar voren: een voetballer, een filosoof, de vroegere burgemeester, de provinciegouverneur, maar vaak klonk het: ik weet het niet. Slechts weinig legde het verband. Met het monument en wisten dat Veldeke een schrijver was. Om de onzekerheid maar meteen weg te nemen, dat was hij inderdaad. En wel de eerste Nederlandse dichter met een heus heuvel. In dit college zullen we de man en zijn werk beter leren kennen. Ook maken we kennis met enkele andere teksten uit de 12e eeuw. De 12e eeuw, de tijd waarin Veldeke leefde. In twee Duitse verzamelhandschriften, dat zijn handschriften waarin verschillende teksten in één band bijeen zijn gebracht, worden Veldeke's liederen ingeleid door een fictief portret van een nadenkende, een piekerende dichter. Boven het portret in het Weingartner handschrift lezen we: Meister Heinrich de Veldig. In vertaling: Meester Hendrik van Veldeke. Het gaat hier om een herkomstnaam, wat hij zelf in zijn eerste werk, Het Leven van Sint-Servaas, toegeeft. Hij zegt: In Duitsen dichtte dit Heinrich, die van Veldeke was geboren. Dat Veldeke was een plaatsje in de buurt van Hasselt in het toenmalige graafschap Loon. Loon dat in grote lijnen overeenkwam met de huidige provincie Belgisch-Limburg. Een fel gerestaureerde watermolen, de Veldeker of Velkermolen, is het enige wat nog aan Hendricks geboorteplaats herinnert. Veldeker behoorde vermoedelijk tot een geslacht van ministerialen, dat zijn lage edelen in dienst van de graaf van Loon. Familieleden van hem komen in latere eeuwen herhaaldelijk voor in oorkonde. Bij gebruik aan externe gegevens Moeten we de meeste informatie uit Veldekes werk afleiden of afgaan op wat hij zelf in epilogen prijst geeft? Hij blijkt goed Latijn en Frans te kunnen. Hij is vertrouwd met Romeinse klassieke auteurs, zoals Vergilius en Ovidius, en hij wordt door zijn tijdgenoten respectvol als magister, meester aangeduid. Dat alles wijst. Op een gedegen schoolopleiding. Waar hij die heeft ontvangen, weten we niet. Maar zoveel lijkt zeker: Veldeke voldoet helemaal aan het profiel van de middeleeuwse geestelijke, of clericus, zoals beschreven door de Amerikaanse cultuurhistoricus Stephen Jager. Die Jager toonde met een overvloed aan bewijsmateriaal aan dat sinds de 11e eeuw in de kathedraalscholen een type van intellectuele geestelijke werd gevormd, die met één been in het instituut kerk stond en met het andere in de wereld daarbuiten. Dit soort mannen werd opgeleid om te functioneren in een complexer wordende samenleving, waarin het opstellen en analyseren van teksten, maar ook diplomatieke vaardigheden, organisatietalent en pedagogische kwaliteiten, Steeds belangrijker werden. Zo iemand was Henrik van Veldeke, want hij werkte als geestelijke, vermoedelijk in dienst van het Loonse Hof. In elk geval was hij een van de eerste die zich in een Germaanse volkstaal, dus niet in het Latijn, tot zijn publiek richtte. Hij bezong de voortreffelijkheid van een heilige, zoals Sint-Servaas, even enthousiast als de gelukzaligheid van de liefde voor een vrouw dat leverde een uiver op vol verscheidenheid. Een heilige leven, een ridderroman, en meer dan 35 minneliederen. Omstreeks 1170 dichtte veldige zijn leven van Sint-Servaas in opdracht van Agnes van Loon, de echtgenote van graaf Lodewijk I. En ook in opdracht van Koster Hessel van het Maastrichtse Servaaskapitel. Daarna begon hij wellicht in opdracht van de Landgraaf van Thuringen aan de Eneas-roman, een vrije bewerking van de geschiedenis van Eneas, de beroemde Trojaanse held en stichter van Rome. Daarbij deed zich, zo beweert Veldek althans zelf in de epiloog, een merkwaardig voorval voor. Het onvoltooide werk werd van hem gestolen, vermoedelijk door Hendrik I van Schwarzburg, een aartsvijand van de Turingers. Na de dood van de dief in 1184 kregen de oorspronkelijke opdrachtgevers het handschrift opnieuw in handen. In opdracht van Herman van Turingen voltooide Veldeke het werk op de Neuenburg an der Unstrut, de residentie van de Turingers in het oosten van Duitsland. We zien Veldeke voortdurend in een Duitse context functioneren. En dat is niet zo verbazingwekkend als het lijkt. Het graafschap Loon maakte immers deel uit van het Duitse Rijk. En de graven van Loon waren ambitieuze en trouwe leenmannen van de Duitse keizer, Frederik I. Barbarossa, en zijn zoon, Hendrik VI. Ze waren niet enkel actief in de Maastreek, maar hadden belangrijke bezittingen in het huidige Duitsland. In 1184... Waren ze aanwezig in Mainz, toen keizer Frederik tijdens een meerdaagse ofdag op het toppunt van zijn macht zijn zonen plechtig tot ridders sloeg? Veldeke was ooggetuige van dit grootste feest. Het is trouwens de enige zekere datum in zijn biografie. Veldeke mikte met zijn werk op de keizer en zijn omgeving als primaire publieksgroep. De handschriften met zijn werk zijn dan ook, behalve het leven van Sint-Servaas, uitsluitend in het Duits overgeleverd. Zodat Veldeke, zeker in het vroegere onderzoek, vaak werd beschouwd als een Duitse dichter. De vraag of Veldeke een Nederlandse of een Duitse dichter was, is eigenlijk anachronistisch, omdat ze grenzen veronderstelt die in de 12e eeuw nog niet bestonden. Veldeke is exponent. Van de Maaslandse cultuur, die sterk op het Duitse Rijk was georiënteerd. Hier kwamen romaanse en Germaanse invloeden samen, met een ongemeen hoge bloei van de cultuur tot gevolg. De alloude driehoek, Luik, Aken en Maastricht, speelde hierin een belangrijke rol, maar ook culturele centra als Tongeren, sint Ruiden en Stavelo. Twee topstukken uit die periode mogen dit illustreren. De Luikse abt, Helienus, bestelde omstreeks 1110 een prachtige bronzen doopfont met een aantal reliefvoorstellingen die verrassend antiek aandoen. Het is een proeven van hoogtechnologische kennis en een formidabel kunstwerk dat nog steeds te bewonderen is in de sint kerk te Luik. Een ander staaltje van de oogstaande Maaslandse cultuur is het handschrift van abt Wiebald van Stavelo van omstreeks 1158 met het verzameld werk van niemand minder dan Cicero. Op de inleidende pentekening zien we hoe de Romeinse consul en wijsgeer zijn zoon Marcus belerend toespreekt. En daarop volgt het Tractaat de Officius over de plichten. Een werk over beredeneerd gedrag en harmonisch samenleven dat grote invloed had op het nieuwe, het zogenaamd Hoofse mensbeeld. We bevinden ons in het midden van de 12e eeuw inderdaad volop in een periode van overgang. De mentaliteit neigt sterker dan voorheen naar verfijning, naar fijngevoeligheid, kunstzinnigheid, zelfbeheersing, liefde en tederheid. Deze zachtere waarden, die we samenvatten onder de noemer hoofsheid worden ook voor de militair opgeleide rudder steeds belangrijker. De macho-krachtpatzers streven er meer en meer naar om te beantwoorden aan het ideaal van de hoofse, de beschaafde mens. Dat blijkt niet enkel in het werk van Vuldeke, maar ook in de Maaslandse literatuur van zijn tijdgenoten. In Floris en Blanzefloor. ...bijvoorbeeld een tekst uit circa 1170... ...waarvan slechts enkele fragmenten bewaard zijn gebleven... ...komt trouwens voor het eerst in onze literatuur... ...het woordje hofsheid voor, Hoevisheid. Het is dan ook niet verwonderlijk... ...dat de mentaliteit is doorgedrongen... ...in het beeldprogramma van een Maastrichts getijdenboek. Daarin worden de vrome gebeden afgesloten... ...met een opmerkelijke voorstelling van de god der liefde... De god der liefde, die tronend in een boom zijn pijlen naar beneden gooit, naar een verliefd paar dat in innige omarming in het gras ligt. Het zou de illustratie bij een van Veldeke's minneliederen kunnen zijn.